We hebben hier een brand gehad in een transformatiehuis. En dat heeft het hoofdnetwerk van Kogas en Enexis bereikt. En dat geeft een grote stroomstoring hier in Almelo. Zit heel Almelo zonder stroom? Nee, dat zijn het Windmolenbroek, Turfkade, het centrum. En dan moet ik even spieken, bedrijvenpark. Momenteel zijn we bezig met een onderzoek om te kijken hoe groot het gebied is en welke objecten daar binnen staan. En ook in dat onderzoek wordt gekeken hoe lang het nodig gaat zijn om deze stroomstoring op te lossen.